Vandaag in Uitgelicht Joël Voordewind, die het gaat hebben over vluchtelingen, over het versterken van gezinnen, maar ook over Israël. Dit is Uitgelicht. Goedenavond. Vanuit de Tweede Kamer blikken wij terug met politici van SGP, ChristenUnie en CDA. Met vandaag Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Meneer Voordewind, goedenavond. Hallo. Als we kijken naar het afgelopen politieke jaar, wat is u het meest bijgebleven? Ja, ik denk toch wel de vluchtelingensituatie, de stromen van duizenden mensen die naar Europa zijn gekomen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op Lampedusa was, dat eiland, eerste eiland in de Middellandse Zee van Italië. Waar de bootjes aankwamen, dat was anderhalf jaar geleden al. En daarna Macedonië geweest, grens Griekenland-Macedonië, waar duizenden mensen per dag over de grens kwamen. Waarbij ik wel dacht van, dit worden er wel heel veel. En zij zijn ook allemaal politiek vluchteling. Vluchten ze ook allemaal vanwege de oorlog. Dat is inderdaad, u zei het al anderhalf jaar geleden dan inderdaad Lampedusa geweest. Het is in no time is dat een heel groot issue geweest, ook binnen de politiek, waar het eigenlijk alleen maar over gaat bijna. Ja, hadden we daarvoor een economische crisis, een eurocrisis, hebben we de afgelopen jaar wel gezien van hoe gaat Europa hier nou mee om. Het is ook een belangrijk onderwerp geweest. Nederland is voorzitter geweest van de Europese Unie. Het is voor de premier Rutte ook een belangrijk onderwerp geweest om te kijken wat je hieraan zou kunnen doen. En dan hebben wij met name aangedrongen om die screening goed te krijgen. Van welke mensen komen er nou naar Europa, naar Nederland? Zijn dat terroristen of zijn dat echt inderdaad mensen die voor huid en haard gevlucht zijn vanuit Syrië, vanuit Irak? Ja, maar die screening is eigenlijk niet helemaal altijd goed gegaan en loopt nog steeds niet helemaal vlekkeloos. Nee, dat was natuurlijk ook heel ingewikkeld. Op het moment dat de mensen massaal op de vlucht gingen, was Europa in paniek, want ja, we hadden natuurlijk wel aanmeldingen gehad die mondjesmaat naar Nederland kwamen. Nederland had gemiddeld zo'n beetje 10.000 mensen die aan de deur klopten per jaar. En nu konden dat wel eens in een week 3.000-4.000 mensen zijn die hier bij Ter Apel, het aanmeldcentrum, binnenkwamen. En die kwamen dus allemaal doorlopen in één stroom vanuit de Balkanlanden, Griekenland en Servië en Macedonië. En Europa is ermee overvallen. Wat gaan we hiermee doen? We hadden op zich geen Europees asielbeleid op dat moment. Elk land moest het voor zichzelf besluiten. En het heeft maanden geduurd voordat er een plan lag. Ja. En toen kwam uiteindelijk de Turkije-deal. Waarvan de ChristenUnie zei van ja, moet je een deal sluiten met een islamitische dictator die een hele andere agenda heeft dan de vluchtelingen opvangen. Ja, want dat is ook wel iets wat de afgelopen jaren wel opgevallen is, dat Erdogan steeds weer... Ja, meer ook persvrijheid, vrijheid van meningsuiting weer aan banden legt. Moeten we daar wel een deal mee sluiten? Ja, Het is toch doorgegaan. Het antwoord van de ChristenUnie was nee, dat moet je niet doen. Kijk, je kan aan de ene kant kijken van Turkije vangt wel 2,7 miljoen vluchtelingen op. Daar kan je best op investeren als het gaat om de multilaterale organisatie, VN. World Vision zit daar, de andere christelijke organisaties. Dus prima dat we daarbij helpen. Maar het is natuurlijk van de gekken geweest dat wij 6 miljard beloofd hebben aan Erdogan. Dat hij beloofd kreeg om visumvrij te reizen naar Europa. Let wel, 80 miljoen mensen. En dat er een versnelling zou komen in de toetreding van de Europese Unie. Dat zijn allemaal valse beloftes geweest die Europa ook niet kan waarmaken. En die wij niet moesten sluiten met iemand die zo de mensenrechten schendt. Hebben we daar als Europa dan onze hand over speeld met zo'n deal? Europa was in paniek toen die duizenden mensen de Middellandse Zee overtrokken. En die hebben, met helaas te zeggen, de Nederlander Timmermans voorop een vreselijke deal gesloten. Met iemand die onbetrouwbaar was. Ja, nu die deal ligt er. Maar het loopt nog steeds niet helemaal lekker. Zeg je dan van de deal afblazen, stoppen hiermee... weer door? Of zeggen we, moeten we dan nu deze deal er is, laten we dan er wel mee doorgaan en ons volledig inzetten om die deal te halen? Nee, het is een slechte deal. Ik heb nogmaals ook al eerder gezegd, die 6 miljard is een belachelijk bedrag. Vooral als daar Erdogan ook bij betrokken wordt. Ja. Dus dat je hulpverlenersorganisaties daar middelen voor geeft tot uw dienst. En dat moet ook gebeuren. Maar dat het gekoppeld werd aan visumvrij reizen en Europese lidmaatschap, dat is belachelijk geweest. En ik hoop ook dat zo snel als mogelijk stopt. We zien nu de beschietingen van Syrische vluchtelingen die de Turkse grens overtrekken door Turkse grenswachten. Die bericht hebben we eerder gehoord. De positie van christenen in Turkije is nog steeds zeer slecht. De positie van Koerden is daar zeer slecht. Dus we moeten er zo snel mogelijk mee stoppen. En ik heb ook eerder voorgesteld, laten we eens nog een fase daarvoor gaan zitten. Als we kijken naar de 11 miljoen ontheemden, dat zijn interne vluchtelingen.
Daar zitten ook nog 200.000, 300.000 christenen bij, die in Irak en in Syrië op dit moment nog vastzitten. Laten we zorgen dat we die mensen op dit moment gaan helpen. Ten eerste met de veiligheid. De christenen willen wel terug naar hun eigen dorpen in die Nineveh-streek, maar dan moeten ze wel beveiligd worden door de internationale gemeenschap. Ja. Ik heb eerder ook gepleit, maar dat zou dan... beveiligd de christenen, zodat ze terug kunnen naar hun eigen dorpen. Ja, maar dat zou dan betekenen dat we daar militairen aan de grond moeten gaan neerzetten. Dat er een beschermingsmacht moet komen. Nou, we hebben daar natuurlijk al militairen, trainers, ja. Nederland, de internationale gemeenschap. Alleen die zitten in Erbil, in het noorden, en in Bagdad. Maar nog niet in die dorpjes waar de mensen graag naartoe terug willen. Nu zitten ze in containers en in tenten in Dahuk. Maar als zij de mogelijkheid hebben om beschermd te worden in die bevrijde dorpjes, ja, dan kunnen ze hunzelf weer redden. Dan kunnen ze hun eigen grond weer bewerken. De kinderen kunnen daar weer naar school. Hoeven ze niet te vluchten naar het buitenland of naar Europa. En dat willen de mensen ook heel graag. Dus ja, dat is mijn pleidooi ook naar de regering in Nederland geweest. Ga niet alleen maar afwachten totdat ze naar Europa komen. Probeer ze daar op te vangen. Nou, en hoe wordt dat pleidooi ontvangen bij de regering, maar ook misschien wel internationaal? Nou, gelukkig is Ploemen daar ontvankelijk voor geweest. De minister voor ontwikkelingssamenwerking heeft gezegd, oké, die extra hulp is ook nodig. 260 miljoen is er extra vrijgemaakt voor de regio. En dat komt ook ten goede aan de vluchtelingen in Irak en in Syrië. Alleen, ik wil nog graag dat ze, de ChristenUnie wil graag, dat ze die beschermingsmacht ook gaan leveren. Dus dat onze trainers niet alleen maar trainen, maar ook de mensen begeleiden om terug te kunnen keren naar die dorpjes. Ja, daarvoor zal dus een VN-macht op poten gezet moeten worden. Maar daar zal Rusland waarschijnlijk zijn veto over uitspreken. Dus dat zal nooit gaan gebeuren. Nou, dat is maar de vraag. De Russische relatie met christenen in Irak en Syrië is ook heel sterk. Die belangen hebben ze ook scherp op het Netflix. En zij hebben er ook belang bij dat de stabiliteit komt in de gebieden in Irak, maar ook in Syrië. Dus ik denk niet dat dat het probleem wordt. Het is wel een probleem te kijken welke landen bereid zijn om extra troepen te leveren. Nu dat veel mensen al betrokken zijn bij die trainingen en ook bij de bombardementen op Syrië zelf. Ja, ik zal voorstellen om dan in de rest van de wereld te gaan kijken wat we daar doen. Bijvoorbeeld in Mali, daar zouden we iets kunnen verminderen als het gaat om de manschappen. En we zouden de mensen nu hard nodig hebben om die vluchtelingen daarbij te staan. Ja, een ander onderwerp waar u ook veel mee bezig bent geweest is Israël. Ja. Er is veel gebeurd eigenlijk, zeker het begin van dit jaar. Het gaat over de labeling van Israël-producten. Ja. Een motie waarin de BDS, de boycottorganisatie tegen Israël, dat aangepast moet worden. Ja. Wat is er allemaal eigenlijk gebeurd? Hoe kijkt u daarnaar? Nou, als je me vraagt hoe kijk je terug naar het afgelopen jaar, dan staat één ding mij voor het oog. En dat is die steekpartijen die Israël, die Israël over zich heen heeft gekregen. Dat zijn er iets van 130 steekpartijen aanvallen geweest. Ook nog eens een keer met voertuigen en ook nog eens een keer schietpartijen. Waar bijna meer dan 30 onschuldige Israëli's zijn omgekomen en tientallen gewond zijn geraakt. Dat is een drama wat er gaande is en dat geeft een enorme spanning in de samenleving. Ik bedoel, we zien dat in Engeland, daar is een politicus neergeschoten. Nou, heel Europa is ontzet. Maar elke dag... Campagnes worden stilgelegd, ja. En Europa rouwt. Elke dag heeft Israël natuurlijk met dit soort vreselijke aanvallen te maken. En ik vind dat Europa te weinig zich solidair verklaart met die terreuraanvallen in Israël. En hoe kan dat dan? Waarom doen we dat dan niet als Europa zijnde? Ja, Amerika doet het wel. Amerika geeft ook militaire steun. Europa is verdeeld als het gaat om Israël. Daar waar er 20 jaar geleden een grote steun nog voor Israël was, als een veilig toegangsoord voor de Israëli's, voor de Joden in de hele wereld, daar zie je dat Frankrijk nu gewoon op de pro-Palestijnse lijn zit. En ons kabinet zie je ook zwalken. In de Kamer zie je het gebeuren dat het CDA soms meestemt met de linkse partijen om op te komen voor de Palestijnse zaak en te dreigen met sancties voor Israël. Dus het gebeurt te weinig, naar mijn indruk. We hebben nu wel een motie aangenomen gekregen om het aanmoedigen van terreur te bestraffen. Op dit moment worden die Palestijnse terroristen, als ze gevangen worden genomen, krijgen een riante uitkering. En die uitkering is zelfs pervers. Dus dan zitten ze in de gevangenis. In de gevangenis. En dan krijgen ze alsnog
voor het, ja, de grootte van hun aanslag krijgen ze gewoon betaald. Ja, dat is de perverse prikkel. Dus hoe meer slachtoffers ze hebben geëist, hoe meer slachtoffers zijn omgekomen bij hun aanslagen, hoe hoger de uitkering. Ja. Nou, dat hebben we hier als ChristenUnie verschillende keren in de Kamer aangekaart. Want die betalingen worden uitgevoerd door de Palestijnse autoriteit, /PLO. Ja. Maar met onze gelden. Want de PLO en de Palestijnse autoriteit is voor 80% afhankelijk van internationaal geld. Dus ik heb hier ook voorgesteld om de bijdrage aan de PA, de Palestijnse autoriteit, te korten. Zodat die betalingen stoppen. Want dit moedigt alleen maar meer terrorisme aan in Israël. Ja. Nou, gelukkig is die motie aangenomen. En Koeners heeft nu de opdracht om de betalingen te korten. Ja, maar zou dan die betaling niet gewoon doorgaan? Want er zijn genoeg andere landen die, nou, we hadden het al over Frankrijk, pro-Palestina tour. Ja. Die financieren dat nog steeds wel. Nou ja, daarom is ook de opdracht in mijn motie geweest. Zoek nou eens bondgenoten in Europa en probeer dat Europees ook aan te pakken. Zodat je met meerdere landen een signaal kan geven naar de Palestijnse autoriteit. Stop nou met die perverse prikkel. Want dat lokt alleen maar meer terreur uit. En die opdracht ligt er nu. En ik ga ervan uit, want ik heb een ruime steun van de Kamer gekregen. Ik ga ervan uit dat minister Koenders dat ook gaat doen. Tweede punt wat ik erbij wil zeggen. Ik wil niet alleen maar polariseren. Hè. Ik wil niet alleen maar de vinger wijzen. Maar ik wil ook kijken hoe we de groeperingen zoals de Palestijnen en de Israëli's bij elkaar kunnen krijgen. Vandaar dat ik me heb ingespannen om ook voor verzoeningsprojecten geld los te krijgen. Nou, Tassada, Seeds of Hope. Is zo'n programma, voormalige sluipschutter, bodyguard van Yasser Arafat geweest, is tot geloof gekomen. Heel mooi bekeringsverhaal. Ik heb hem ook een paar keer mogen ontmoeten. En hij zit zich nu in plaats van de Palestijnen op te zetten tegen de Joden, zit hij zich in om de Arabieren met de Israëli's te betrekken en te verzoenen. En daar hebben we nu inmiddels geld voor gekregen, ook van buitenlandse zaken. Ja, dus daar, dat gaan we zien hoe dat gaat lopen. Komende periode gaat u zich inzetten op het versterken van gezinnen. Hoe gaat u dat doen? Ja, dat klinkt heel ambitieus als overheid. Ja, dat klinkt heel mooi. Ja. Ja. Nou kijk, ik ben hier al 10 jaar mee bezig. En je ziet eigenlijk dat het steeds meer een onderwerp wordt en een probleem wordt in de samenleving. Als het gaat om de kinderen die betrokken zijn bij echtscheidingen. 70.000 per jaar kinderen zijn betrokken bij die echtscheidingen. Het is gigantische aantallen. Er komen elk jaar dus 70.000 weer bij. Nou wordt er wel eens gezegd, maar goed, als je dat in goede harmonie doet, dan is er geen probleem. Het blijkt, we hebben vorige week nog een paar weken geleden een ronde tafel over gehad. Psychologen zeggen ook, ook al ga je goed uit elkaar, voor zover dat mogelijk is, dan nog zit er een loyaliteitsconflict bij de kinderen. Bij wie gaat het kind wonen? Bij vader of bij moeder? Ja. Ik ben zelf een kind van gescheiden ouders. Ik heb het zelf ook ondervonden. En de overheid kan wel wegkijken. Want ik kan wel zeggen, van ja, toen ik het voor het eerst opbracht, toen zei ook de VVD en andere partijen, D66, ja, maar dit is achter de voordeur, daar moeten we om niet komen als overheid. Maar we krijgen er wel mee te maken als overheid, omdat er moeten extra woningen komen voor de mensen die gaan scheiden. Maar hoe zouden we dan kunnen gaan voorkomen dat mensen gaan scheiden? Ja, ik denk dat we veel eerder in het proces moeten zijn. De overheid legt nu alleen maar uit hoe je tot scheiding moet komen. Maar we zouden een sterkere overheid moeten hebben die zegt, hoe kan je voorkomen dat je uit elkaar gaat. Hè? Ja, maar zouden we dan iedereen een huwelijkscursus moeten opleggen? Dat zou ik sowieso aanbevelen aan iedereen. Ik heb hem zelf ook 2 keer allemaal naar de marriage course. Allemaal naar de marriage course. Dat zou heel goed zijn. Alleen niet iedereen is christen. Nee. En niet iedereen krijgt die aangeboden via zijn kerk. Het zou mooi zijn als dat kon. Dus we moeten ook kijken wat we via die reguliere centra voor jeugd en gezin, die eigenlijk een effect is van het kabinet wat wij met Balkenende 4 hebben gehad. Ja. 2007-2010. Vanuit die centra zouden jonge gezinnen ondersteund kunnen worden. We krijgen een zwangerschapscursus van 7 keer. Ja. Nou, dan word je precies de techniek uitgelegd. Het wordt gewoon vergoed. Ja, in die 7 keer zouden we natuurlijk ook een keer kunnen praten. Wat betekent dat nou voor je relatie op het moment dat je een babytje krijgt? Wie gaat er 's nachts uit? Ja. Hoe kan je in die piekmomenten toch eens wat meer, daar waar vroeger de ouders, opa en oma dat deden, maar die zijn verhuisd. Hoe kan je dat meer ondersteunen? Hoe kan je daar meer adviserend als overheid mee bezig zijn? Wordt dit ook een speerpunt voor de verkiezingen in 2017? Het is een speerpunt de afgelopen 10 jaar. Jeugd en gezin is altijd, en dat blijft het ook. Dus wij zullen onze ideeën ook gaan uitventen in de campagne. Volgend jaar, verkiezingen, kort de laatste vraag. Heeft u er zin in? Enorm veel zin in. Het wordt natuurlijk ook spannend. Grotere partijen moeten weer een coalitie gaan vormen. Maar zelfs als ze een coalitie in de Tweede Kamer willen vormen, hebben ze in de Eerste Kamer ook een meerderheid nodig. En daar zal het op aankomen welke partijen... En misschien wel een rolletje voor de ChristenUnie. Nou ja, dat moeten we afwachten. En dat is ook een gebedszaak. Want we zitten niet alleen in de politiek om getuigen te zijn. We willen ook echt wat bereiken, resultaten bereiken.
Dus we zullen zien hoe God het leidt. En ik heb daar alle vertrouwen in. Ja. Heel veel succes ook in die periode. En bedankt voor uw komst. Dank je. U heel erg bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Tot dan.